Goedenavond. Wat ontzettend jammer dat ik vanavond niet bij jullie kan zijn om jullie live bij te praten over deze fantastische kerk en natuurlijk de muurschilderingen. Ik was deze presentatie anders begonnen met de vraag wat de overeenkomst is tussen deze kerk en het Louvre in Parijs, het Metropolitan Museum of Art in New York, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Krullenmullen Museum in Apeldoorn. Ik had jullie ook de vraag gesteld wat de overeenkomst is tussen deze kerk en de Martinikerk in Groningen, de Domkerk in Utrecht, de Grote Kerk in Delft en de Eusebius in Arnhem. Onze kerk bevindt zich voorwaar in heel goed gezelschap. Misschien dat we vanavond daar toch nog iets over kunnen gaan vertellen, maar voordat we dat gaan doen ga ik iets vertellen over de geschiedenis van onze kerk. De oudste delen, dat is koor, dateren van waarschijnlijk rond 1300. Na 1300, tussen 1300 en 1500, zijn het schip gebouwd en later ook de toren. En rond 1500 moet de kerk zo'n beetje klaar zijn geweest, grofweg in de vorm waarin die nu ook staat. Na die tijd zijn er natuurlijk allerlei renovaties en verbouwingen geweest. De laatste in 2010, er zijn nu vrienden in de kerk aanwezig, vrienden van de stichting, die van alles kunnen vertellen over wat er bij de laatste renovaties allemaal aangepast en veranderd is. Denk bijvoorbeeld aan de verrijdbare preekstoel en het aangepaste bankenplan. Al met al hebben we nu een kerk waar we bijzonder trots op zijn. De muurschilderingen zijn natuurlijk bijzonder. De muurschilderingen dateren volgens Porg, daar komen we later nog verder over te praten, van rond 1400, misschien 1425. Zijn rond de reformatie in 1600 helemaal wit gekalkt en achter de kalk verdwenen. In 1911 zijn ze bij een restauratie weer gevonden, maar om welke reden dan ook weer achter de witkalk verstopt, om uiteindelijk in 1932 ongeveer weer achter de witkalk weggehaald te worden en nu zijn ze allemaal zichtbaar. Allemaal, misschien zit er ook nog wel meer achter de kalk. In 2021 zijn deze muurschilderingen verkozen als sleutelwerk bij de provincie Gelderland. Daarmee is het gekomen op een lijst van 50 sleutelwerken, zoals dat dan heet, de 50 belangrijkste kunstwerken van de provincie Gelderland. Voorwaar iets om heel trots op te zijn. We hebben het over muurschilderingen. We hebben ze ook vaak fresco's genoemd. Maar zijn het ook echt fresco's? Han die zal daar een toelichting op geven.